item, dat is een portret van een heel iets plakje onder een sediek. En dat portret dat besteedt uit 18 foto's van mensen. Die ter wijze. En daarmee is er een plaatsje ontstaan van de maatschappij zoals wij die op dit stad kennen. Ik ben gewoon begonnen met één persoon die ik naar een tar liet, een verpleegkundige. En die gaat naar een boer toe. En uit dat verhaal wij binnen alle andere portretten komen, er komt iemand op die pleets die die pleets ik oernemen wil. Als ik zijn verhaal vertel, hij had wel een zoon en een dochter. En zo ben ik stadig gewoon dat hele einde trok. Einde is eens wat een inslipt plakje, zo je ze kennen. Het blijkt er heel onschuldig en de bad verder ik net vol. Maar er is een vogeltje in Amerika en dat had de oerstek maken, dat is ik echt zeg hier. Dat is een wetterkliester. En die had de oerstek maken over de oceaan. En die komt staren, gewoon komt hij dichterbij en op leest, dan komt hij te plak in het wiel. Dat is een wetterke vlakbij Arnhem. En in hier staat Arnhem in het bronpunt van de belangstelling, zoals ze ze kennen. En dan libbert dat plakje even op. En aan het eind, dan is dat vogeltje weer voort. En dan zak het Arnhem, ik werd uw beeld. Agneta Koijker. Hoe Agneta haar takkomst dreemen ik van elkaar verschillen maaien, in één ding komen ze oorheen. Ze spielde haar oom op elk plak dat ze maar bedenken kan, maar net hier, in Arnhem. Ze verspijt dit God. Dit plak dat alleen nog sukkels en orden van dagen het uithouden kennen. Met elk perspectief smoort in een vette klei. Het liefst zou ze jongeres willen worden. Ze zei ze alle jaren dat ze goed doen ze kan. Of als fotomodel. Ze dreemt van plakken als Parijs, maar vooral New York, want daar bad het al een keer. Mocht dat net slagje, zou ze eventueel stewardess willen wollen. De vrouw bereisje, net boem om een specifiek plak. Oerspringend van de ene tijdzone naar de volgende. Ongrieper voor de wiezes van de elektrische klok, die voor haar oer bobberde door van het kantoor in de loods hingen.